Ja, het is al eventjes wennen aan boord van een nieuw schip. Ik denk dat u het geluid niet helemaal kan verstaan. Want we varen een beetje een half aan de windse koers. Maar dit schip is zo ontzettend powerful. Dat ondanks dat de druil weg is en het grootste dubbel gegeven, neemt ze er toch de sokken van. Ik zal even laten zien wat er gebeurt als het grootste wordt. Wel verstandig om dat even op de hand te voeren, want ze heeft er echt ontzettend veel zin in. Het zal altijd even wennen. Ik dacht, we doen deze koers zonder zwaard, maar ik dacht, we doen toch dat zwaard er eventjes bij voor een wat extra gewicht. En nou, dat gaat goed. Ik heb wel het idee dat ik alert moet zijn op de grootschap. Maar verder is alles redelijk onder controle. Een beetje schrap zetten. De ballast heeft zich inmiddels wat verplaatst. Rolla, rolla. Ja, op de hand is toch verstandig, denk ik. Ja, misschien is dit wel een heel saai filmpje. Ik kan u vertellen, aan boord van Gek is het iets vrij spectaculair. In ieder geval iemand die probeert 8, 17-jarige jongens de loef af te steken. We zijn bijna bij de vaargeul van Lelystad naar Amsterdam. Het is nogal vlagerig af en toe. Dus we proberen het schip echt op te vallen. Dat is voorzichtig. En helemaal als je het probeert de camera bij te houden. Oh, die was recht in het gezicht. Maar op zich is de cabin die is droog. Oh. Maar daar een binnenvaartschip kruist onze koers. En gelukkig is de Giek voornamelijk bevindt zich aan lijn. Oké, nou ja, het lijkt alsof het vlakkerig een beetje afneemt, maar wel zo te zien. Boven Amsterdam gebeurt er toch wel het een en ander. Ik zal u niet langer vermoeien met deze toch wel enerverende tocht. Waarbij ik helaas vergeten ben het zeilpak aan te trekken, anders dan een broek. Ja, inderdaad, op de hand. Dit was de Cruiser Gig. Maar niet koud marken meer. Dit was de Cruiser Gig. Uit. Oh, dat geeft vlaggetjes. Oké, even nog iets. Uit. Nu.